Een hele goede morgen. Er heerst momenteel aardig wat onrust op de markt. En daarom vind ik het belangrijk dat we eventjes met een update komen. We bespreken het verhaal van Terra Luna en de USD, stablecoin, wat er nu precies gebeurd is. En daarna duiken we eventjes in de Bitcoin koers. Laten we er snel naar gaan kijken. Eergisteren en gisteren stond het nieuws in het teken van Terra Luna en haar stablecoin die gecrashed waren. Een um, stablecoin is een 1-op-1 gebekte munt, dus 1 uh, USD moet ten alle tijde 1 USD zijn. En zij gebruiken dus Terra Luna en Bitcoin als onderpan daarvoor om die koppeling middels een algoritme te kunnen blijven houden. En op een of andere manier, de reden maakt dan in principe niet heel veel uit, maar op een of andere manier is dit niet gelukt. Met een grote leegloop als gevolg van zowel Terra Luna. Als haar stablecoin. Inmiddels zie je overal in het nieuws dat, uh, dat de eigenaar van Terra Luna. en dus ook van de UST. met een soort van reddingsplan naar buiten communiceert. Uh, in de hoop dat ze hier nog iets van kunnen maken. Ik wil je hier alsjeblieft echt voor waarschuwen. Kijk hier alsjeblieft mee uit. Ja, ik snap dat dit leuke kansjes kan, zou kunnen geven in de toekomst. Meer dan 80% op mijn story van gisteren gaf ook aan dat, uh, dat zij hier misschien wellicht meer in de toekomst nog iets van kunnen maken. Maar onthoud, deze coin is zo goed als doodverklaard. Stop hier ook alsjeblieft geen geld in wat je niet kan missen. En het geld wat je erin stopt, zie dat ook al gewoon als verloren. Ik vind het gewoon erg belangrijk om je hiervoor te waarschuwen, en uh, de kans dat deze coin nu gewoon klaar is, is gewoon enorm groot. Dus houd hier alsjeblieft rekening mee. Als we voor Terra Luna dus ook naar het technische plaatje kijken, dan zien we dat het ook letterlijk in een week tijd van rond de 75, 80 dollar naar inmiddels gewoon onder de 10 cent per coin gedaald is. Zoals je ziet heeft de stablecoin, dus de UST tegenover de USD, is die in het verleden altijd netjes 1 geweest? En dit is dus de crash waarover gesproken wordt. En tot op heden kunnen zij het nog steeds niet voor elkaar krijgen om die backing van 1 op 1 weer terug te krijgen. Ze zij zijn dus ook volop bitcoin aan het verkopen um, om in ieder geval weer liquiditeit achter de hand te krijgen om deze coin weer omhoog te kunnen duwen. Maar dit is tot op heden dus nog niet gelukt. De vraag is echter dan ook: gaat dit überhaupt nog goed komen? Als we kijken naar het plaatje van Bitcoin, dan hebben we afgelopen maandag tijdens de livestream aangegeven dat we graag bodem zouden willen houden hier rondom die 30k. Zoals je ziet is dat inmiddels niet gelukt en uh, hebben we dus ook een wik naar beneden gemaakt inmiddels. Heb ik ook aangegeven afgelopen maandag dat we hier best een liquiditeitsweek mogen verwachten. Om hier wat liquiditeit op te halen. Om vervolgens alsnog uh, hierboven te sluiten aan het einde van de week. Aankomende twee weken gaan dus ook gewoon heel erg belangrijk worden. Wat we, wat we gaan doen uiteindelijk. Mocht je dan ook volgende week sluiten, dus wanneer je een weekly los kan maken, dus een opening en een close onder, dit, onder die 30k, dan uh, ziet het er gewoon niet zo sterk uit. Dan is de kans zeker aannemelijk dat we hier verder naar beneden gaan en dat we hier richting die 20k kunnen gaan. Mocht je nou ri uh, richting die 20k gaan, dan vind ik deze drie groene boxen vind ik interessant om op investeringspositie in te schalen en om zo mijn aankoopgemiddelde naar beneden te kunnen blijven werken. Als laatste wil ik je eventjes meegeven van ga alsjeblieft niet vanuit emotie handelen. Je gaat nu niet verkopen hier onderin. Als je had willen verkopen, had je dat hier boven ergens willen doen. Momenteel moet je gewoon op de blaren zitten. Ga je hier onderin mooi inschalen. En in het verleden is gebleken dat in de momenten waarin de meeste pijn in de markt is, dit de mooiste kansen geven voor de toekomst. Ik hoop je zo wat duidelijkheid te hebben gegeven. Heb je er wat aan gehad? Like de video. Tag de mensen die deze video moeten zien. Heb je eventueel nog vragen? Kun je die hieronder kwijt? Dan zal ik hierop reageren. Uh, aanstaande maandag blikken we weer terug tijdens de livestream op afgelopen week. Bedankt voor het kijken en ik wens je een hele fijne dag. Ciao.